op deze maandagmiddag, de maandagmiddag van 4 mei 2020, heet ik u van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Actua. Ik denk nog aan april, omdat we al langer dan een maand bezig zijn. En dus het is de tweede keer. En in de periode toen ik de eerste keer presenteerde, was het in april. Zo te zien, om te zien hoe snel en hard het gaat, de tijd. En dus ook nog heel veel werk voor het COVID-19 management team. En zeker ook voor de mensen van de media die hier aan gekoppeld zijn. Ik ben nog steeds in de congreshal, waarbij ik zo rondom me kijk en zie dat er verschillende mediawerkers hier aanwezig zijn. Alleen om het goede werk voor te zetten en u te informeren ten aanzien van wat er gebeurt vanuit de overheid. En ook nog wat er op internationaal podia gebeurt met betrekking tot de bestrijding, de strijd tegen het COVID-19. En we weten allemaal dat ook in Suriname er heel hard wordt gewerkt aan preventie. Er wordt gewerkt ook aan bepaalde zaken zoals de zorgverlening. En vanuit de overheid hebben we de afgelopen tijd ook begrepen dat er ook alles eraan wordt gedaan om de ondernemers met name een handje te helpen. En er is een registratieperiode geweest. Er zijn een aantal activiteiten geweest vanuit KKF. En vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Dus u blijft het als ondernemer volgen. En u blijft ook natuurlijk de media volgen. Want alleen via de media en de betrouwbare bronnen wordt gecommuniceerd met de gemeenschap. Mijn naam is Sherman Oomoet. Vandaag hebben wij weer een drietal onderwerpen voor u in deze aflevering van Actua. En deze onderwerpen die liggen niet ver van het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp heeft nog steeds te maken met de voorlichting rondom de maatregelen, de stappen die worden gemaakt ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. In onze studio, de eerste gast die we vandaag spreken, dan gaan wij kijken naar de mensen die allemaal vanaf Chinting de grokonanga a bribidati in Sranang, of de bigi bribi in Sranang en aap te maken nanga IBGS. De vertegenwoordiger die vandaag in de studio is, die gaat ons vertellen van A tot Z wat er precies wordt gedaan vanuit de kerk om de kerkgangers te onderhouden, om het contact met de mensen ook te onderhouden en vooral om de sociale kant van de kerk te tonen. Welkom, het is al middag. Met het weer denken we gelijk aan wat er in Suriname gebeurt en waarop we moeten letten om niet ziek te worden. Goedemorgen dominee, welkom. Hoe bent u de week begonnen? Goed, goed, rustig. Anders dan normaal. We hebben als kerkgemeenschap ook de richtlijnen en de maatregelen die getroffen zijn in Suriname te volgen, omdat het ons eigenlijk opgedragen is in de Bijbel, Romeinen 13, om de overheid te gehoorzamen en zorgvuldig te kijken naar wat het is dat de overheid van ons vraagt en wat het is dat wij als kerk moeten doen. Dus anders dan normaal, we hebben de kerkdeuren moeten sluiten, omdat we, zoals aan het begin aan ons gezegd is, dat die partiële lockdown te maken heeft met niet minder dan 10 mensen, niet meer dan 10 mensen. En als wij die deuren zouden openen, hebben we niet de garantie dat mensen zich aan die afspraak houden. De mensen verlangen naar die gemeenschap. Ze verlangen naar die gemeenschap. En doordat ze verlangen naar die gemeenschap, als je de deuren te vroeg zou openen, dan zou je dus het probleem hebben dat meerdere mensen komen op een zondagochtend en wie stuur je weg? Dus dat wordt een beetje moeilijk. Wat we nu hebben gedaan, is we hebben gebruik gemaakt van een instrument dat de kerk al lang kent, maar niet zo vaak heeft gebruikt. En dat is de social media. Social media en de elektronische weg. Hoe is het om, wat ik weet, EBG naar Bigisma. Mm-hmm. En we weten ook nog voor de Bigisma dat ze er altijd voor zorgen dat die
if hoe wansan ik gebeuren. Mm-hmm. Als ze van hun kinderen moeten leren, dan gaan ze de tijd inlassen. Mm-hmm. Maar ik wil ook weten, en u natuurlijk ook, mm-hmm. van wat er wordt gedaan bij de verschillende kerken om toch nog die informatie en de technologie bij te brengen. Oké. Okay. U noemde Anitri-kerkie en u noemde Bigisma. Ja. En dan natuurlijk is het een uitdaging voor onze Bigisma's om op de niet-traditionele manier te kerken. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de realiteit ons leert dat er genoeg Bigisma's zijn die ook wel een smartphone hebben en ook wel WhatsApp hebben en enzovoorts enzovoorts. Dus de kerk is al een hele tijd bezig met het woord van de kerk via CCK. Dus men is gewend om ons te zien via de tv. Nu is het een beetje moeilijker. Nu moeten we richting social media, we moeten richting WhatsApp, we moeten richting Facebook. De diensten worden bijvoorbeeld door de stadszending opgenomen. We zijn in een kerk met Anitrisma, Damisal, Kerkespang, No Udana, Fifisma, Sixisma. En voor de predikanten is het de uitdaging om de hele dienst, want dat is wat onze mensen willen, de hele dienst met liturgie en alles, te houden voor 5 mensen. Vandaag in deze aflevering van Actua praten we met Dominee Persoon, die ons aangeeft wat er precies gebeurt vanuit de kerken. En de kerken met name van IBGS, waarbij we 100% weten dat het niet alleen om de kerken gaat, ja. Maar er zijn ook een heleboel sociale activiteiten, sociale zaken die worden gerealiseerd vanuit de kerk. Dus het is ook belangrijk te weten van wat er precies wordt gedaan door het bestuur, mm-hmm. het hoofdbestuur, en sowieso ook nog door de verschillende actoren die gekoppeld zijn om het werk, het evangelie te verkondigen en over te brengen naar de gemeenschap. Ik hoor, er wordt ook nog gebruik gemaakt van social media, dus bijzonder, omdat u het merkt dat het niet uitmaakt in welke branche u zit. U zal op een gegeven moment mee moeten gaan met de stroom. En dat heeft ook te maken met meegaan met de technologie. Dominee Persoon, is het niet een... Ik weet dat het een uitdaging is. Ik weet dat die overbrugging ook is ingezet om de mensen zo ver te krijgen. Maar wat is tot nu toe het rendement vanaf Pasen? Het rendement is goed. Want het punt is, in eerste instantie wisten we niet wat we ermee moesten. We hebben, zoals eerder gezegd, dat model van woord van de kerk. De dominee komt, hij leest een bijbelgedeelte. Hij doet de overdenking en het is afgelopen. De mensen hebben dat gevolgd en gezegd van nee, we willen meer. En die uitdaging is groter geworden, want eigenlijk is onze lockdown als kerk geweest precies in de periode dat we de lijdenstijd, altijd het hoogtepunt van de lijdenstijd. Het avondmaal bijvoorbeeld moest thuis gehouden worden. We konden elkaar niet ontmoeten. Die gemeenschap kon er niet. Dus de mensen moesten met hun wijn en hun brood in hun voorzaal zitten. En via de tv hebben de bisschoppen ons bediend met het avondmaal. Goede Vrijdag was een uitdaging. Er waren predikanten die zeiden van COVID of niet. Ik wil naar mijn kerk gaan. Ik wil die Goede Vrijdagdienst verzorgen. Toch moesten zij zich aan de regels houden. En dat kon niet. Dus het is een uitdaging en het is voor ons een hele moeilijke periode geweest. Maar nu krijgen we commentaar, kritiek. Van luister, die dienst is veel te kort en ik heb niet kunnen meezingen. En broeder, die zuster die de schriftlezing deed, die had geen hoed op. En tal van andere dingen. Dus ik denk dat al met al, denk de mensen gewend geraakt zijn intussen aan een nieuwe situatie. En dwingen ons om een combinatie te zoeken tussen de nieuwe situatie en het oude. Als je de avondmaaldienst verzorgt, doe dat in het wit, al is het via de tv. Als je je vrouw vraagt om de schriftlezing te doen, laat er een hoed op doen, want dat is onze traditie. Maar de commentaren, de kritieken, die zijn positief. Die helpen ons om na te denken over hoe wij onze mensen, ondanks het feit dat we fysiek die kerkelijke gemeenschap, het lichaam van Christus, niet bij elkaar kunnen brengen voorlopig. En we zeggen voorlopig omdat we geloven dat
die pandemie op een gegeven moment voorbij zal gaan, dat we dat doen. Dat is de uitdaging. Nou, u weet ook, ik zal niet zeggen waarom nu pas er gebruik wordt gemaakt van de verschillende faciliteiten die er zijn in de wereld. Maar ik wil toch met u gaan naar het punt, als u zelf van bewust bent en de andere bestuursleden, dat dit allang zou moeten gebeuren en het continueren van dit proces. Ik ga een beetje teruggas geven. Ik denk niet dat we te laat zijn. Ja, okay. Ik denk niet dat dit had moeten gebeuren. Omdat kerk zijn, het woordje ecclesia, betekent gemeenschap. Gemeenschap is wat wij ervaren. De kerk wordt gezien als een familie van God. De kerk wordt gezien als het lichaam van Christus. De kerk wordt gezien als de plek waar we God ontmoeten in de tempel. We ontmoeten God en we ontmoeten elkaar in de tempel. Dus het is natuurlijk prachtig dat er jarenlang is er al TV, Churchy om het maar zo te zeggen, de grote megakerkies die hebben. En u kunt zien, en daarom geef ik gas terug, want T.D. Jakes komt via de TV naar ons toe, maar zijn kerk is vol. Yeah. Ja toch? Yeah. Tabernacle of Faith and Love komt naar ons toe, maar die kerk is vol. Dus het aspect van bij elkaar komen is voor ons heel belangrijk. En natuurlijk is media voor ons ook belangrijk. Want er zijn een heleboel mensen die niet naar de kerk kunnen komen. Dus we hadden misschien al eerder die link moeten maken tussen de zondagse dienst. Maar die persoon die niet kan komen vanwege ziekte, vanwege allerlei redenen, die had misschien al contact met ons moeten hebben via de media. Dus als zodanig is dit een nieuwe situatie en we leren. Nou, in de wereld horen wij van een nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe werkelijkheid waarbij de manier waarop wij tot nu toe kerk zijn geweest fundamenteel zal verschillen. We zullen andere dingen moeten bedenken. We willen niet denken aan het niet bij elkaar kunnen komen. We denken niet dat dat goed is. Daarom bidden we tot de Heer dat we verlost worden hiervan. Maar dit wat we nu hebben is niet weg te denken. Op internationaal gebied heeft de EBGS, dat is betekent EBG Stranang, heeft ook wat afspraken lopen. En niet alleen afspraken, er zijn ook internationale bijeenkomsten gepland voor wat dit jaar betreft 2020. En deze bijeenkomsten zijn bestemd voor verschillende organisaties binnen EBGS. En die organisaties zitten verspreid over de hele wereld. Wat gaat er precies gebeuren en hoe gaat Suriname, wat is de reactie vanuit Suriname ten aanzien van de grote bijeenkomsten? Oké, wat de grote bijeenkomsten gebeuren in internationaal. De wereld, internationaal, zullen we moeten zoomen. We zullen moeten e-mailen, we moeten zoomen, we zullen op verschillende manieren met onze partners in contact moeten treden. Omdat we gewoon niet kunnen reizen. We kunnen niet naar Herrenhoed, we kunnen niet naar Tsjechië, we kunnen niet naar Amerika. Alle plaatsen waar we regelmatig bijeenkomen om te vergaderen. Om afspraken die gelden voor heel de Unitas Fratrum. De Unitas Fratrum is de wereldwijde EBG. Daar zullen we op een andere manier bezig moeten zijn met elkaar. In Suriname hebben wij om de 3 jaar een grote kerkvergadering, wat we noemen onze synode. En in principe was het gepland voor augustus. Maar wij voorzien in het onhaalbaar zijn van die situatie. Bedoelt u dat met Curaçao, Aruba? En met Curaçao, Aruba, de Nederlandse Antillen. Want onze provincie bestaat uit Suriname, Curaçao, Nederlandse Antillen en Frans-Guyana. Ja. Wij zullen moeten verschuiven. Althans, de leiding van de kerk heeft al aan ons laten weten dat die grote vergadering in februari door zal gaan. Waarbij de evaluatie van het afgelopen 3 jaar wordt ter hand genomen. Het nieuw bestuur wordt gekozen. Eventueel komt er een nieuwe bisschop. Enzovoort. Dus het zijn hele ingrijpende verantwoordelijkheden die we hebben. En deals en afspraken die we maken. Sorry dat ik zo vaak moet vegen. Maar dat is wat we zullen moeten doen. Dus op internationaal niveau zijn we in contact met elkaar. Volgen we de ontwikkelingen. De afspraken die er zijn gemaakt, die horen we van elkaar en delen met elkaar. In Suriname doen we ook hetzelfde, maar we hebben het voordeel dat we in Suriname groot maar een kleine gemeenschap zijn. Dus we hebben niet toeschrijving.
Als zodanig kunnen we nog altijd met elkaar afstemmen. Via de telefoon, via de WhatsApp, via de media. Van luister, wat moeten we doen om richting februari te gaan? Dus het is een aangepaste situatie. Zo blij zijn als we inderdaad konden vertrekken naar Nederland of naar Tsjechië of naar Amerika om onze wereldvergaderingen te ervaren. Dat gaan we niet kunnen doen. Dus we zullen het op een andere manier moeten doen. We komen zo zoetjes aan het eind voor wat het eerste gedeelte betreft voor deze aflevering van Actua. Het programma waarbij we vanaf maandag tot en met vrijdag u informeren rond 12 uur wat er tot het, in de ochtenduur is besproken vanuit het team, het COVID-management team. En daarnaast kijken we ook naar zaken die betrekking hebben op Suriname en vooral zaken die betrekking hebben op onze economie, handel en de volksgezondheid. Vandaag hebben we Dominee Persoud en ik denk dat ik aan het eind van het gesprek ook heel kort van hem een boodschap mag meenemen. Want als christelijke leider heeft hij sowieso een aantal momenten gehad waarbij mensen moest toespreken om ze nog de laatste hoop, niet hoop, maar power te geven om die ook in deze periode het hoofd boven water te houden. Dus de kijkers die verdienen ook sowieso something special van u. Something special. Er is een tekst in de Bijbel dat zegt: in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is een uitspraak van Jezus Christus die ons leert dat we heel veel moeilijkheden zullen ervaren in deze wereld, maar dat wij moed moeten houden, vol moeten houden. Er is hoop. We kijken uit. We kijken uit naar die nieuwe werkelijkheid. En daarmee met ik de gemeente, de evangelie, die Anitri-familie van ons. Wij, van deze plek uit wil ik vragen om vol te houden. De Heer heeft ons niet in de steek gelaten. Hij heeft de wereld overwonnen en dus heeft hij ons gemaakt tot overwinnaars. De Heer heeft ons niet in de steek gelaten. Een hele mooie statement om ook deze week verder voor te zetten. En belangrijk is dat u aan het begin van deze week altijd de nodige vitamine moet meenemen om ook nog het beste van te maken. Ik bedank Dominee Persoud voor zijn bijdrage in deze aflevering van Actua. Ik denk dat we nog heel veel tijd moeten doorbrengen, alleen om de gemeenschap te informeren ten aanzien van wat er precies nog gaat gebeuren of moet gebeuren binnen de verschillende gemeentes. Ik wil u ook danken voor de gelegenheid om niet alleen bij uw programma te zijn, maar ook onze mensen te kunnen toespreken. En ik wil in navolging van de overheid en in navolging van COVID Management Team dat we onze mensen vragen om de regels in acht te nemen. Want als ik kijk naar de stad bijvoorbeeld, ontzettend druk. Begrip hebbende voor alle situaties, want mensen moeten inkopen doen. Ik bedoel, we zitten thuis en maar laten wij volhouden en laten we uitzien naar mooiere momenten. Grand aan je. We vervolgen deze editie van Actua. U blijft natuurlijk afgestemd voor meer info. De informatie die wordt sowieso samengesteld door het team van de STVS en NII. En deze twee organen die zorgen ervoor dat u dagelijks wordt geïnformeerd. En daarnaast heb u ook de persconferentie die wordt gehouden door de vicepresident, het COVID-management team en natuurlijk ook altijd actoren die op verzoek van de pers worden aangetrokken om de informatie met u te delen. We gaan naar een korte break en zijn zo dadelijk terug met meer info of de voortzetting voor wat deze editie betreft.